Goeie voormiddag, dames en heren, in deze vrij intieme kapel, bij weinig licht. Ja, sfeer tussen kapel en bruin café, maar dus gezellig. Ik weet niet, het is niet de PowerPoint hierop, het is gewoon die ene slide, dacht ik. Of zit het er wel op? Ah, het zit er toch op. Oké. Ik ben 12 jaar geleden gedeputeerde geworden. En de eerste 10 jaar ben ik vooral bezig geweest met een teveel aan water. En dat was altijd een uitdaging om inderdaad te zorgen op de plekken waar dat in een bebouwde omgeving overstromingen ontstonden, om dat te gaan tegengaan en te zorgen dat dat niet meer gebeurt. En dat was niet altijd gemakkelijk. En ik ontwikkelde daarbij één slogan: eerst droge voeten en dan de rest. Men mag mij 100.000 bezwaren geven, maar uiteindelijk waar bewoning is, dan moeten we zorgen dat het niet overstroomt. Maar de laatste 2 jaar kregen we inderdaad een evolutie, waar we met waterschaarste te maken kregen. En dat was toch wel een heel nieuwe situatie. Dat zijn twee doelstellingen die op een bepaalde manier aan elkaar tegenstrijdig kunnen zijn, maar die we toch in een geïntegreerd waterbeleid moeten proberen tot één geheel te gaan brengen. En West-Vlaanderen is dan ook nog een landbouwprovincie. Als je kijkt naar groenten in open lucht, 62%, aardappelen meer dan 50% in West-Vlaanderen. Dus je hebt allerlei zaken die ertoe leiden dat de uitdaging voor water en landbouw in West-Vlaanderen groter is nog dan in andere provincies. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij daar toch ook zo vlug mogelijk proberen een beleid uit te tekenen, nog verder dan we nu gegaan zijn. En als je bekijkt wat er bijvoorbeeld aan behoefte aan irrigatie is in West-Vlaanderen, dat is een berekening van Inagro, dan hebben we 6 miljoen kubiek water nodig in een normaal jaar, om inderdaad groenten, aardappelen enzovoort, om die teelten te kunnen laten groeien op een goede manier. Je ziet hier op die tabel dat vooral Midden-West-Vlaanderen en de Westhoek ook voor een stuk, dat daar de grootste irrigatiebehoeftes zitten. Dus die irrigatiebehoefte is vrij groot. En in eerste instantie, we zeggen altijd dat we rainfed zijn in West-Vlaanderen, dus dat de regen de belangrijkste bron is om inderdaad te zorgen dat er voldoende water is voor de landbouw. Daarnaast heb je 3600 kilometer water lopen over de volledige provincie gespreid. 100.000 hectare zitten daarvan in de polders en worden door de polders beheerd. En 200.000 hectare zitten buiten de polders en worden door de provincie beheerd. Dat zijn de eerste bronnen waar ook irrigatie uit gebeurt, naast uiteraard de private voorraden aan water die bestaan bij alle landbouwers samen. En daarnaast hebben wij ook in het kader van maatregelen die wij namen om wateroverlast te bestrijden, waar we bufferbekkens bouwen, een soort expansievaten in de nabijheid van een bebouwde omgeving waar je het water bij grote pieken gaat opvangen, hebben wij waar dat mogelijk was ook telkens voorzien dat er een spaarfunctie voor landbouwers aanwezig zou zijn. Als je in agrarisch gebied dergelijke maatregelen vraagt, is dat ook een vereiste, als dat mogelijk is, om daar ook een spaarfunctie voor landbouw te gaan voorzien. En daar hebben we een 250.000 kubiek extra water voorzien. Mijn ruraal geluid van mijn gsm. Mijn excuses. Maar in de eerste plaats zijn het natuurlijk de private personen die moeten voor hun voorraden zorgen. Maar je hebt dan ook heel innovatieve projecten. Eén daarvan ligt hier vlak naast en ik ben ook voorzitter van Vlakwa. Ik herinner mij ongeveer 8 jaar geleden, toen men zei dat men inderdaad het water van een groot groenteverwerkend bedrijf zou gaan opsparen en daar een groot hydrantennetwerk mee gaan bouwen dat over 500 hectare dus zorgt voor een gestuurd aanbod van water. Ik dacht van, amai, dat is een hele opdracht, daar is ook heel wat geld bij nodig. Maar nu zijn we zoveel jaar later inderdaad bij de situatie dat er zo'n hydrantennetwerk beheerd door landbouwers in een coöperatie bestaat en dat het groenteverwerkend bedrijf Ardo dat water ter beschikking stelt. Ik dacht een 150.000 kubiek aan water. Dit is inspirerend, misschien mede bepalend ook voor de erkenning die Ardo ook heeft gekregen vorige week. En ik denk dat dit inspirerend moet zijn om ook in de toekomst
ook nog dergelijke maatregelen te gaan nemen. En ik merk ook enthousiasme bij de verwerkende industrie om dat in de toekomst ook te gaan doen. Daarnaast heb je natuurlijk een crisis dat je private putten kan openstellen. We hebben een lijst van alle private, vrij grote putten in West-Vlaanderen waar water kan ter beschikking gesteld worden. Maar daarbij is een andere spreuk die we onderweg hebben geleerd ook belangrijk. Water op wieltjes, winst weg. Als je je water van te ver moet halen voor land- of tuinbouw, dan is het niet meer rendabel. Vorig jaar, tijdens de droogte, is er heel veel water vervoerd. Maar achteraf gezien was vaak de prijs van de producten die je daarna moest verkopen niet voldoende om die kost van dat transport van dat water te gaan recupereren. En dat zorgt natuurlijk dan voor een kater door het water. Wanneer je bekijkt wat het resultaat is. Dus we moeten eigenlijk zoveel mogelijk in de nabijheid van landbouw zorgen voor water, zodat er zo weinig mogelijk transport van water moet gebeuren. Dus kan je bijvoorbeeld via een provinciaal reglement op verbeteringswerken van waterlopen de breedte van de beek gaan vergroten. Kan je zorgen dat er via stuwtjes en andere maatregelen dat er meer volume in de beek kan worden opgehouden. Alleen in tijden van te veel water moet je zorgen dat dat dan weer geen problemen heeft om overstromingen te gaan veroorzaken. En die uitdaging, het evenwicht tussen die twee, is niet altijd evident. Daarnaast heb je de polders. Dat is een systeem van vlakke gebieden waar eigenlijk één groot bufferbekken bestaand uit polderwaterlopen bestaat. Daarin staat het water en dat water moet kunnen gebruikt worden om water te stockeren en tijdig ook naar de zee toe te brengen. Maar anderzijds, voor de landbouw en ook de natuur die in het gebied aanwezig is, is een bepaald waterpeil ook belangrijk. Maar je zou dus een grotere watervoorraad kunnen maken in de polderwaterlopen door die te gaan verbreden. Dat is normaal niet iets wat de landbouw vraagt, grond afnemen om waterlopen te gaan verbreden. Ik heb toch al een aantal landbouwers in die droogteperiode horen zeggen van neem gerust een meter, liefst langs beide kanten verdeeld of zo. Zorg dat we een grotere voorraad hebben, maar alsjeblieft minder captatie verboden natuurlijk. Want dat is een beetje het frustrerende in een polder. Enerzijds, je hebt een soort bufferend beheer van water, maar als het dan noodzakelijk is, dan kan je het niet gebruiken. En terecht, omdat je moet vermijden dat er verzilting ontstaat in de polders. Maar het is toch een rare situatie. Je investeert in een grote buffer van water. En op het moment dat het heel cruciaal is, dan kan je het niet meer gebruiken. Dus vandaar ook moet er nagedacht worden, denk ik, over het creëren van bijkomende voorraad aan water. Ook in de polders via het verbreden van waterlopen. Dat is hier nog een overzichtje van al die bufferbekkens die we gemaakt hebben, waar water ook door de landbouw kan gebruikt worden. En ook nu nog wordt het gebruikt. Dat was bij een opening van een wandelpad bij een bufferbekken dit weekend. En de speech werd overschaduwd door een grote beerkar die water aan het zuigen was. Nu nog om inderdaad te gaan gebruiken op de velden. Dus die bufferbekkens worden heel erg gebruikt op dit moment. Goed, wat hebben wij nog in de pipeline zitten? Bij elk nieuwe gecontroleerd overstromingsgebied of bufferbekken dat wij aanleggen, maken wij ook nieuwe voorraad die door de landbouw kan gebruikt worden. Wij willen samen met de landbouw gaan investeren in dubbel doel, kleinere watervoorraden langs de beken, waar wij voor de provincie bijkomende buffer voor water willen kunnen creëren op het moment dat het water heel hoog staat. Dus het bovenste gedeelte van een put zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd dat de landbouwer een stuk voorraad van water heeft op zijn percelen in het diepste gedeelte van die waterput. Dus bufferen enerzijds, voorraad anderzijds. Het voordeel voor ons is dat het gerealiseerd wordt op gronden van die landbouwer. Dus we hoeven geen gronden te kopen. Het voordeel voor de landbouwer is dat hij voorraad heeft. En ons voordeel is ook dat wij buffer kunnen creëren. We hebben al in Wingeren zo'n initiatief genomen. En we willen dat eigenlijk een stukje uitrollen over West-Vlaanderen op de plekken waar er een mooi evenwicht is tussen onze behoefte aan buffer en ook inderdaad die behoefte aan watervoorraad van die landbouwer.
Daarnaast zijn we ook online tools aan het maken over waterbeschikbaarheid, zodat er best mogelijke informatie over waterbeschikbaarheid ook aanwezig is voor degenen die dat nuttig vinden. We hebben ook nog meer avontuurlijke initiatieven die lopen, zoals het ondergronds stockeren in de polders van zoet water. Zoals u wellicht weet, in de polders krijg je altijd een soort druk van onderuit naar het zoutwater toe dat wil bovenkomen. En daar moet je een laag zoet water opleggen dat het ziltwater naar beneden drukt. Maar er wordt ook nagedacht over hoe je eigenlijk zou kunnen echt op de plekken. We zijn het allemaal aan het opmeten, als je dat zo kan noemen op dit moment. In het najaar zou dat moeten duidelijk worden hoe diep die zilten lagen liggen en waar bepaalde zoetwaterbellen aanwezig zijn in de polders. En de zaken die nu onderzocht worden, is kijken of dat we een soort watervoorraad, zoetwater, kunnen creëren in de polders op bepaalde plekken. Klinkt een beetje even onhaalbaar of niet onhaalbaar, zoals hetgeen hier aan de overkant is gerealiseerd. Dus misschien maken we hetzelfde mee, dat we binnen een paar jaar zeggen, tja, is toch gelukt om op bepaalde plaatsen dat soort initiatieven waar te maken. Als er schaars is, komen ook allerlei ideeën naar boven. Bijvoorbeeld in deze streek liggen blijkbaar nog oude waterleidingen naar velden toe vanuit de vlasindustrie van vroeger. Dus er wordt gekeken of dat die opnieuw kunnen in gebruik genomen worden. Die verbreding, daar heb ik het al over gehad. Aquafin is ook een heel constructieve partner geweest in de periodes van droogte om zijn water ter beschikking te stellen van landbouwers. Dus daar moeten we ook nog eens kijken, kunnen we daar nog meer doen? Kunnen we daar nog in de toekomst meer voor elkaar betekenen? Wij zijn bijvoorbeeld nu bezig met de dikke busvijver te gaan baggeren, omdat daar te veel slip in zit, erosiebestrijding, een ander element. Dat zou u leiden dat we dat minder vaak moeten doen, maar we hebben dus daar een heel groot slipbekken gemaakt. Waarom zouden we dat achteraf niet opvullen met water bijvoorbeeld? Dus op allerlei manieren gaan wij moeten kijken om meer watervoorraad te gaan creëren. Voilà, groenteverwerking, effluent benutten, dat is hetgeen hier gebeurt bij in het project INERO. Zo, dat was nog eens mijn principe, eerst droge voeten en dan de rest. Daar zie je zo'n stuwtje in de waterloop die er zou kunnen voor zorgen dat het water trager afgevoerd wordt. Ook rond drainage, denk ik, moeten we in de toekomst gaan nadenken. Ook over het combineren van doelstellingen. Kan je bijvoorbeeld de watervoorraad maken ergens in een landbouwgebied die tegelijkertijd een denitrificerend vermogen heeft, zodanig dat de waterkwaliteitsdoelstelling rond de nitraatrichtlijn, dat die ook beter gehaald worden. Dat is ook nog een heel belangrijke uitdaging in West-Vlaanderen, die waterkwaliteitsdoelstelling rond nitraat heeft ook te maken met dezelfde teelten onder andere die daarnet genoemd worden, die een vrij grote stikstofbehoefte hebben en waar het moeilijk is om daar een mooi evenwicht te vinden, waar er nog inspanningen door de landbouwsector ook zullen moeten geleverd worden om dat evenwicht beter te bereiken, maar wat dat anderzijds via watervoorraden en denitrificatiebekkens misschien ook aan mogelijkheden zitten om meerdere doelstellingen tegelijkertijd te bereiken. Voilà, dat was een beetje fietsen door een aantal ideeën voor de toekomst rond kwantitatief waterbeleid in West-Vlaanderen. Maar er zal altijd een evenwicht moeten zijn tussen water te veel en water te kort. En als je te lang je water opgespaard hebt, dan zal je op het moment dat er nog een ferme buien bij komen, dan zal je problemen hebben. Dus het blijft altijd risky business als je omgaat met watervoorraden. Dank u.